Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag ga ik een van de moeilijkste challenges doen, denk ik, die ik ooit heb gedaan op mijn kanaal. Want vanaf vandaag ga ik 48 uur lang niks eten en niks drinken. Dus oh mijn god. We gaan er vandaag samen achter komen of ik het volgehouden. Ik heb namelijk al een keer meegedaan met de Ramadan. Daar heb ik een video van gemaakt. Ik heb al een keer een video gemaakt waarbij ik 24 uur niks heb gegeten. Maar vandaag wordt het dus zover dat ik dus 48 uur lang, oftewel 2 dagen, niks ga eten. Drinken mag wel, want drinken moet ik gewoon doen. Want anders gaat het misschien fout, want je wordt uitgedroogd. Maar we gaan gewoon 2 dagen niks eten. Dus vind je dit nou een tof idee? Laat een like achter. Support is mij natuurlijk enorm. Laten we de 1000 likes op deze video proberen te halen. En ben je nieuw op mijn kanaal en nog niet geabonneerd, zou ik het ook heel erg nice vinden als je even op het abonneerknopje klikt. Support is mij natuurlijk enorm naar die 180.000 abonnees. Maar wij beginnen deze challenge om zeg maar 11:30. Dus dat betekent dat ik tot woensdagochtend 11:30 niks mag eten. Er ligt hier brood wat mijn moeder gehaald heeft, dat mag ik dus niet meer eten. Ik mag gewoon niks meer eten. Dus het enige wat wij mogen doen is de koelkast open doen hier achter mij. Een flesje water pakken of iets wat met drinken te maken heeft. En dit letterlijk als enige drinken, ja, want dit mag. Ik mag ook geen vla eten of iets in die richting. Dus goed, we gaan erachter komen of dit een beetje goed gaat komen deze 2 dagen. Ik ga jullie meenemen in deze challenge. Dus heb jij nog een leuke challenge? Drop die dan nu gelijk in de comments wanneer je kiest. Dus jouw challenge dan de volgende keer uit. En dan ga ik maar nu beginnen met het flesje water als ontbijt. Want we mogen niks eten. Dus ik zou zeggen, let's go. We gaan beginnen tot woensdagochtend 11:30. Zo, dames en heren, daar zijn we weer. We zijn bijna 2 uur verder, 2,5 uur. Het is nu bijna 2 uur zoals je kan zien. Nog niks gegeten. Ik heb eventjes 2 video's opgenomen die ik op moest nemen hier zo achter mijn setup. En die zijn gelukt. En ondertussen heb ik wel al iets meer trek. Normaal ontbijt je natuurlijk een beetje of iets in die richting. Heb ik nu natuurlijk op dit moment nog niet gedaan. Want ja, dat mag natuurlijk niet. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik op dit moment nog niet honger heb of zo. Of heel erg trek natuurlijk. Ik mag natuurlijk gewoon dingen drinken, want dat was natuurlijk wel deze challenge. Dus ja, tot nu toe kan ik mijn trek een beetje stillen met water natuurlijk. Maar ja, hoe langer wij deze dag vorderen en natuurlijk morgen ook nog de hele dag moeten, gaat dan natuurlijk wel steeds lastiger worden. Maar goed, ik moet namelijk even naar de stad toe, want ik moet wel wat dingetjes halen voor een video die ik aan het voorbereiden ben. Daar moet ik eventjes heen. En ik moet van mijn ouders bij een soort van ijswinkel macarons halen. Ik weet niet of jullie weten wat dat is, maar macarons zijn dingen die heel erg lekker zijn. Dus daar ga ik misschien dadelijk wel trek van krijgen als ik die opeens voor me zie. Maar goed, ik ga dus eventjes mijn schoenen aandoen en mijn jas. En dan gaan we dus eventjes naar de stad toe. En dan ga ik daar dus eventjes die dingen halen die ik moet halen. Dus dat gaan we nu doen. En het is nu dus pas 2 uur. Zo jongens en meisjes, ik ben even terug uit de stad. Ik moest namelijk even naar de stad zoals ik zei. Want ik moest van mijn ouders wat koekjes halen die daar zijn. Dus die heb ik gehaald. En ik moest even naar de Apple winkel. Want ik heb voor bij mijn vriendin een oplader nodig. Die wat langer is dan die ik nu heb. Want ja, ik kan nu net niet met het kabeltje in bed komen. Dus ja, ik heb een nieuwe adapter. En zoals je kan zien, een 2 meter kabel gehaald. Dus dat is perfect. Maar dit zijn dus de koekjes die ik aan jullie wil laten zien. En ik wil er zo graag een half van nemen. Ik begin nu toch wel een beetje trek te krijgen, moet ik jullie eerlijk toegeven. Zoals je kan zien is het ook bijna 3:30. Maar dit zijn de koekjes. Kijk eens aan. Het zijn dus van die macarons of zo. Maar kijk even hoe lekker ze eruit zien, dames en heren. Ik ga er geen één uitpakken, maar moet je even kijken hoe lekker deze eruit zien. Oh mijn god. Ik ga snel weer de doos terug doen en ze wegzetten zodat ik er geen hapje van kan nemen. Dus deze gaan mooi hier staan. Verder heeft mijn moeder ook eten gemaakt. Ze heeft gekookt. Ze heeft namelijk tomatensoep gemaakt. En als ik dit ook zie, krijg ik ook echt trek, jongen. Niet normaal. Dus de challenge begint nu wel al een stukje moeilijker te worden. Want ja, we zijn natuurlijk nu redelijk al lang bezig. 4 uurtjes. Troy, Chester mag vandaag en morgen helemaal niks eten, jongen. Wat een kut challenge is dit eigenlijk. Maar goed, ik doe dat dus om te kijken hoe mijn lichaam al reageert. En waarschijnlijk omdat jullie het ook leuk vinden. Dus nogmaals, ik ga nu eventjes verder iets voor mijn video doen die ik nog af moet maken en een thumbnail maken. En dan ga ik daarna maar gewoon editen en weer wat drinken. Want ja, drinken mag ik natuurlijk wel doen. Dus ik ga zo meteen even een nieuw flesje water pakken, denk ik. En dan weer verder met werken. Terwijl mijn ouders straks lekkere soep gaan eten en waarschijnlijk lekkere koekjes. Waarom doe ik dit mezelf aan? Zo, de video is aan het uploaden die ik af moest hebben. En normaal als ik het altijd doe, zou ik dus gaan avondeten. Maar ja, dat kan ik dus op dit moment niet. Dus ik heb maar eventjes dubbel fris erbij gepakt. We gaan maar in plaats van een hapje eten, een slokje drinken. Want ja, dit is het enigste wat ik kan doen om mijn maag te vullen. Ja, zoals ik al zei. Dus ja, daar gaan we. Lekker. Heerlijk jongens, wat is dit toch lekker. Maar gelukkig kan ik nog vanavond een video editen. Dus dat ga ik ook zeker doen. Daar ben ik denk ik sowieso al 2 uur mee bezig. Het is op dit moment iets over 4 uur natuurlijk. Dus ik ga dat zo meteen, ik wil zeggen, na het eten doen. Maar dat kan natuurlijk niet. Dus dan ga ik zo meteen maar gewoon aan beginnen. Want ja, ik kan toch niet eten. Ik heb alleen echt geen zin als ik dadelijk ruik dat mijn moeder beneden eten gaat koken. Zeg maar, de soep. Want dat ga je dan ruiken en heb je er zo'n trek in. Maar goed, het mag helaas niet. Dus ja, wij gaan weer verder met overleven zonder eten. Het is bijna 6:30. En de video die ik af moest hebben, heb ik maar afgerend, dames en heren. Zoals je kan zien. Ik hoop dat je me een beetje ziet. Het is donker. Ik heb best wel veel trek.
nog niks gegeten natuurlijk. Maar goed, we mogen ook natuurlijk helemaal niks doen, want dat is de hele challenge natuurlijk. Dus zullen zien. Heb ik een fles water bijgepakt die ik voor de helft op heb, terwijl ik aan het editen ben natuurlijk. Mijn dubbel frispak. Daar zit ook niet meer heel veel in, die drink ik ook vanavond gewoon op. En dan gaan we dus kijken hoe wij de allereerste avond en nacht door gaan komen, zonder dus überhaupt iets gegeten hebben vandaag. Dus ja, ik moet deze even af laten renderen. Ik moet nog twee kleine dingetjes eraan veranderen in een ander editprogramma. En dan is die in ieder geval helemaal klaar. En dan ga ik nog even kijken of ik dus nog een andere video ga opnemen. Ja of nee. Maar dan moet ik nog even checken, dames en heren. Mijn energielevel is wel laag. Maar dat komt nu ook omdat ik al twee video's helemaal geëdit heb. En ja, helemaal afgemaakt. En natuurlijk niks heb gegeten. Dus ja, dit is in ieder geval klaar. En nu gaan we kijken hoe de rest van de avond verloopt. Dus let's go. Dames en heren, het is op dit moment, zoals je kan zien, 7:30. Ik zit in Discord. Jesse weet niet wat voor challenge ik aan het doen ben. Maar hij is letterlijk gewoon letterlijk chappen voor mijn neus terwijl ik honger heb. Oh mijn god. Hij is lekker nasi of warm aan het eten. Maar daarentegen ga ik lekker mijn PlayStation opstarten. Want ik heb zin om Formule 1 te spelen. Dus ik ga mijn tijd doden en Formule 1 spelen. Ik heb de video's afgemaakt die afgemaakt moesten worden. Dus ik ga lekker F1 opstarten en de game spelen. Dames en heren, daar ben ik weer. Het is zoals je kan zien, 10:45 in de avond. 10:45 in de avond. Ik ben klaar met werken. Ik heb alles afgemaakt wat ik af moest maken. Ik heb Formule 1 gedaan. Heb ik allemaal afgespeeld. Ik heb mijn flesje water opgedronken. Pak dubbel fris is opgedronken. Dus ik denk dat het nu wel tijd is om naar bed te gaan. En dan gewoon proberen te gaan slapen. En morgen de hele dag ook nog door zien te komen. En als morgen de hele dag hebben doorgekomen, kunnen we daarna eindelijk de ochtend naar weer eten. Dus ik ga nu lekker mijn bed in. Ik ga proberen te slapen. Dan ben ik morgenochtend bij jullie terug. Dan ga ik kijken hoe ik dus heb geslapen en of ik een beetje kan slapen. Dat vertel ik morgenochtend. Slaap lekker. Oh, goedemorgen dames en heren. Oi, 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 oi. Ik heb eigenlijk vannacht maar geslapen. Dat is één ding wat ik zeker zeg. Ik heb nu net 10 seconden wakker. En ik heb wel echt trek. Ik heb echt trek. Ik heb wel een beetje hoofdpijn nu, merk ik. Maar we moeten deze dag natuurlijk nog door zien te komen. Ik mag natuurlijk nog wel drinken. Dus wat ik dadelijk gewoon ga doen is drinken. Maar zoals je kan zien, dit is op dit moment 9:45 in de ochtend, zoals je kan zien. Maar ik heb wel honger, dames en heren. Ik ga eventjes mijn bed uitkomen. Even douchen en me opfrissen. En dan zie ik jullie zo meteen wel als ik een beetje representatief erbij zit. Dus tot zo. Zo jongens en meisjes. Ik ben eventjes naar beneden gegaan. Maar ik heb op dit moment zo weinig energie. Echt, dat is echt bizar. Oh mijn god. Zoals je kan zien, is het op dit moment bijna 11:30 in de middag. Ik ben al een aantal uur wakker, dames en heren. Maar ik heb gewoon geen energie. Het is gewoon zo. Het weer buiten is ook echt freaking slecht. Dus ik kan ook niet even lekker naar buiten toe. Zo ja, niet dat ik dat echt van plan was. Maar ja, je zit dus sowieso vandaag al de hele dag binnen. En het enige waar ik maar gewoon aan kan denken is wat lekker te eten. Ik bedoel, ik heb zo'n trek. Mijn buik is op dit moment echt keihard gewoon. Daar zit natuurlijk niks in. Geen idee waarom die keihard is. Maar ik dacht, ik ga je even laten zien wat ik tot nu toe al opgedronken heb in deze challenge. En dat ligt hier voor me. Dit heb ik deze challenge al opgetrokken. 2 pakken dubbel fris. Een flesje water. En ik ga nu weer naar de koelkast toe om weer een flesje water te pakken. Deze is half leeg. Deze is ook half leeg. Nou, pak deze wel. Pak ik dadelijk gewoon een nieuwe. Dus deze gaan we ook opdrinken. En dat is mijn enigste optie, zeg maar, om de honger een beetje tegen te gaan. Want ik begin nu wel echt honger te krijgen. Ik heb ook een soort van rare hoofdpijn wat je kan hebben als je niet eet, zeg maar, in de afgelopen 24 uur. Dus was ik, zeg maar, nu bijna klaar. Ja, en dan had ik nu mogen eten. Maar ik moet dus nu nog deze hele dag gaan vastplakken. Ja, gelukkig is mijn mond niet droog, want ik kan natuurlijk drinken. En ja, mijn buikpijn is er. Ik heb weinig concentratie. Maar goed, ik moet nog wel 2 video's opnemen vandaag. Dat ga ik dus sowieso ook gewoon eventjes doen. Dus ik kom gewoon hopelijk wel goed in ieder geval. Maar goed, Troitje, Tessa mag helemaal niks eten. En jij ligt hier lekker te slapen. En ik wil eigenlijk hetzelfde doen als jou. Ik wil gewoon slapen tot deze challenge over is. Waarom ben ik hier aan begonnen? Het is toch echt zo, dames en heren. Ik ga weer even Formule 1 spelen. En de reden waarom ik weer Formule 1 ga spelen is meteen omdat ik de tijd moet doden en bezig ben met een andere video. Maar daar heb ik eventjes wat tijd tussen voor nodig, zeg maar. Want zoals je kan zien, mijn andere camera staat hier op mijn statief gewoon te wachten zodat ik dadelijk daar weer kan gaan zitten. Dus in de tussentijd gaan we gewoon lekker eventjes Formule 1 spelen. En dan hopelijk dadelijk die verdere video afmaken. Ik heb hier nog water wat ik aan het drinken ben. En ik weet niet of je het aan mijn ogen kan zien. Maar je kan gewoon zien dat ik trek heb. Ik ben niet gefocust. Ik ben gewoon moe, chagrijnig. Dus ja, we moeten deze hele dag nog vol maken. En morgenochtend om 11:30 volgens mij mag ik weer eten. Eindelijk. Echt, ik heb zoveel trek. Zo, mijn werkdag zit er zo goed als op. Ik heb alle video's die ik gemaakt moet hebben gemaakt. Want morgen in de avond ga ik naar mijn vriendin toe. En dan is gelijk deze video ook af. Ik kan natuurlijk morgenochtend weer eten. Dus ik kan gewoon fit hopelijk naar mijn vriendin toe. Maar ja, mijn beelden zijn aan het versturen. Op dit scherm ben ik de eerste beelden aan het versturen. En dan op mijn laptop hier ben ik ook nog beelden aan het versturen. Dus alles gaat nu samen naar mijn editor toe. En ik, jongens en meisjes, ik kan lekker mijn telefoon pakken. Ik kan nu lekker op bed gaan liggen. En nu letterlijk gewoon af gaan wachten totdat het morgen 11:30. Ik heb ook zoveel last met denken, dames en heren. Echt, jongens en meisjes, jullie willen het niet weten. Ik voel me gewoon niet top. Ik voel me gewoon niet top. Maar ja, wat gebeurt er als je een dag niet eet? Dan gaat dat natuurlijk gebeuren. Dus ja, ik moet niet zeiken. Ik doe het zelf natuurlijk. Dus wat ik nu gewoon ga doen, is wat TikToks kijken op mijn telefoon om de tijd te doden. Als het wat lekkerder weer had geweest, had ik gewoon lekker naar de stad gegaan. Maar ja, ik ga niet in de regen naar de stad lopen. Dus wellicht dat ik straks ook gewoon lekker een filmpje ga kijken. Maar ja, met een filmpje wil ik ook altijd wat eten. Maar goed, dat mag niet. Dus ik ga nu eerst gewoon lekker TikTokken.
en kijken wat ik nog meer aan mijn telefoon kan doen. Om in ieder geval de tijd te doden. Het is in ieder geval bijna 2 uur, zoals je kan zien. 2:50. Jongens en meisjes, even een update van ik die hier zo zit en echt kapot gaat van de honger. Oh, ik hou het niet meer. Echt, het is nu etenstijd. Normaal, wat ik normaal eet, is bijna 5:30. Voor de mensen die niet geloven, 6:50 is het, zoals je kan zien. En ik zit er echt goed doorheen hoor, jongens. Echt, ik trek het niet meer. Ik moet alleen deze avond nog doorkomen. En dan ben ik natuurlijk klaar, maar oh, ik zit daar, ik ben echt klaar mee. Ik kan niet meer, echt. Voor mijn gevoel zie ik er ook echt beroerd uit. Ik kan geen enkel ding waar ik concentratie voor nodig heb, kan ik volhouden, want dat lukt gewoon niet. Wat ik zo meteen maar gewoon weer ga doen, is gewoon wat drinken pakken en hopelijk dat ik mijn trek wegdrink. Want mijn buik is zo hard, omdat er gewoon alleen maar lucht en water in zit en geen voedsel. Echt, ik heb ook een hoofdpijn, ja. Het is alleen maar een zijvideo, maar ja, ik weet dat jullie dit willen zien. Ik weet dat deze challenge echt lastig is en ik weet dat jullie daar goed op gaan. Dus nogmaals, ik hoop dat deze video een blauw duimpje waard is, dus laat die zo eens eventjes achter. Ik ga nog maar eventjes hier achter mijn setup zitten en dan dadelijk nog wat drinken pakken. Ik heb net ook weer een flesje water op hier, die staat hier. Ik kan het je laten zien. Hier staat hij. Die is ook op. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga een kauwgompje pakken. Kauwgom mag je wel eten, want dat kan natuurlijk niet doorstrekken. Ik ga gewoon nog een kauwgompje kauwen. Dan heb ik tenminste wat te kauwen, zeg maar. Dus dat ga ik doen. Kijk of dat helpt, jongens. Oh, ik ben er zo klaar mee. Ik zou blij zijn als morgenochtend vroeg 11:30 is, oprecht. Zo, jongens en meisjes. Dan zit je opeens in de auto. Het kauwgom heeft niet geholpen. Want wat we gaan doen, we gaan even op bezoek bij mijn oma. Want mijn oma heeft een nieuwe telefoon. Alleen het installeren wil niet echt lukken, zeg maar. Dus ik ben de ideale kleinzoon. We hebben het laptopje mee. We gaan even alles voor haar installeren wat ze nodig heeft. En ja, hopelijk, ik wou zeggen, neem dan het hongergevoel af. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Mam, wat heb jij avond gegeten? Soepie. Ah, lekker. Wat ben ik daar jaloers op? Ik zou nu zoveel zin hebben. Gewoon iets. Maar ja, soep is natuurlijk geen eten. Ik heb zoveel freaking honger. Die rijdt nu gewoon eventjes lekker voor. Maar even naar mijn oma toe. Help met de telefoon installeren. En hopelijk dat ik dan daarna weer wat minder honger heb. Maar het zal vast niet zo zijn, dames en heren. Wij gaan naar mijn oma. En ik zit vast in mijn tas. Hoe lang heb je al niet gegeten? Hoeveel uur? Vanaf gisterochtend 11:30. Jezus. En ik moet tot morgenochtend 11:30. Dat is niet goed. Dat weet ik. Zo, we zijn weer terug, mensen. De telefoon van mijn oma is ingesteld. En het is altijd, ja, nice man even kunnen helpen, toch? Want sommige, ja, oudere mensen snappen dat gewoon niet. Nu helemaal met de QR-code dingen natuurlijk. Maar ik heb nog steeds evenveel trek. Ik heb nog steeds evenveel buikpijn. Flesje water er maar weer bij gepakt die we gaan drinken. En ik begin gewoon soms een beetje te trillen gewoon. Maar goed, we zijn bijna klaar. We gaan bijna naar bed toe. Het is nu iets over 7 uur. Dus ja, het is alleen eigenlijk vanavond alleen nog maar slapen. Morgenochtend wakker worden en dan de laatste paar uurtjes doorhalen om te eten. Dus ik ga nu gewoon even wat drinken. Zo, lekker zeg, dames en heren. En ik ga nu gewoon eventjes wat YouTube kijken en zo. Tot ik naar bed ga waarschijnlijk. En dan zie ik die gewoon straks weer als ik in bed lig. Dus we moeten maar doorhalen. En ik heb zoveel buikpijn. Ik weet niet of jullie mij goed kunnen zien, dames en heren. Maar ik ben in ieder geval Champions League aan het kijken. Het is op dit moment, zoals je kan zien, bijna 10:30. En hier ligt wat ik nog gedronken heb. Ik heb nog 3 flesjes water gedronken. En ik ben nog met een dubbel frisprak bezig. En ik heb zoveel trek, dames en heren. Ik hou het echt niet meer. Mijn hoofdpijn is echt niet te doen. Maar goed, weet je wat het is? Voetbal brengt me er gelukkig nog doorheen. Als deze wedstrijd afgelopen is, ga ik lekker naar mijn bed toe. Ga ik lekker slapen. Dat is nog 20 minuten. En dan hoop ik dat het morgenochtend snel 11:30 dat ik kan eten. Echt, ik zit er helemaal doorheen. Ik zit er zo erg doorheen. Oei, oei, oei. Jongens en meisjes. Eindelijk is afgelopen. Het is lekker tijd om naar bed te gaan. Het is iets over 11. Zoals je kan zien, 10:55. Mooie tijd om lekker het bedje in te gaan. Te gaan slapen. En als ik morgen wakker word, kan ik eindelijk eten. Over ongeveer 12 uur kan ik eten. Oh, ik heb, als ik eraan denk, zoveel zin. Ik ga lekker slapen. Ik ga proberen te slapen. Ik hoop dat het een beetje lukt. Ik ga nu even plassen en dan lekker mijn bed in. En dan zie ik die morgenochtend. Dan kan ik eindelijk eten om 11:30. Let's go. Goedemorgen, dames en heren. Ik ben er klaar mee. Ik ben er echt klaar mee. Ik ga daar eten. Ik trek het niet meer. Ik sta weer op mijn hoofdpijn. Mijn hoofdpijn is niet normaal. Ik heb zo'n pijn in mijn buik. Ik ben zo misselijk van niet eten. Het is op dit moment, zoals ik kan zien, hoe laat is het überhaupt? Hier, 10:55. Ik moet nog een uur. Maar dat uur ga ik niet volhouden. Ik kan het niet meer, jongens. Ik hoop dat jullie het kunnen begrijpen. Ik heb 47 uur het volgehouden. Maar ik ga echt een kommetje ontbijt gaan maken. Want ik hou het niet meer. Echt, ik voel me zo dramatisch slecht. Ik hoop dat jullie alsnog wel respect hebben dat ik het 47 uur volgehouden heb. Maar oh mijn god. Ik ga me even aankleden. Ik ga eventjes een bordje met ontbijt gaan maken. Want het moet gewoon. Ik hou het niet meer. Het spijt me, jongens. Echt. Nou, dames en heren. Daar zijn we. Ik heb mijn ontbijt. Ik hou het niet meer. Oh, ik heb zo'n honger. Daar gaan we. De eerste hap. Na 47 uur niks eten. Ik dacht, oh, dit is lekker, jongens. Ik heb zo'n honger. Ik heb niet zo heel veel gepakt. Man, ik ga niet gelijk grote portie eten. Ik ga gewoon een beetje rustig aan. De hele dag wat dingetjes eten. Oh, je lekker. Oh, dit gaat er wel in als soep, hoor. Oh, wat lekker. Kom. Deze challenge was leuk om te doen. Dat heeft me zwaar uitgeput. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik heb hem om een uur na niet gehaald, dat spijt me. Maar dat was wel leuk om te doen. Oh mijn god.